Nieuwe Miss België, een jonge dame uit Antwerpen, Lenti Frans. Dag Lenti, hoe is het met jou? Goed, heel goed. Heel goed. Ja, het zijn al spannende maanden geweest. Ja, dat is waar. Het zijn al drukke maanden geweest, maar ik heb al keihard leuke dingen gedaan, dus ik ben heel content. We hebben straks eventjes gepraat. We gaan eventjes naar het moment, de avond van Miss België. Een totale verrassing toen voor jou? Ja, ik was echt enorm verschoten, omdat ja, er zaten zoveel goede kandidaten tussen, dus... Dat is echt zo van, wow, ik? Dus ja. Ik was wel echt blij. En één uit Antwerpen, vorig jaar al eentje uit Antwerpen. We zouden moeten zeggen, Antwerpen boven. Ja, dat is waar. En hoe waren de reacties? Eigenlijk was iedereen heel positief. Mijn familie was mega trots. Ja. Maar ook de andere meisjes zeiden dat het echt verdiend was. En ja, dat is wel leuk om te horen. Want... Ja. We zijn nu al bijna 3 maanden later. Heel veel mooie opdrachten al mogen doen. Ook al een aantal beroemdheden mogen ontmoeten. Vertel een keer in een notendop wat je allemaal zoal de revue is gepasseerd. Ik heb bijvoorbeeld Prins Laurent ontmoet op het autosalon. Ik heb al heel wat beurzen gedaan, fotoshoots. Nu vandaag die modeshow, super leuk. Wat gaan we het zo dadelijk over hebben? Echt een beetje van alles eigenlijk. Ja. Je wordt goed omringd door een team van het comité Miss België uiteraard. Ja, dat klopt. Ik word heel goed opgevangen in alles wat ik doe. En dat is wel leuk dat je altijd... Want je hebt waar je op kunt terugvallen. Dat is jou ook een beetje een geruststelling. Ja, voilà, want het is allemaal zo nog nieuw en is dat wel tof. Ja. Weet je nog wat er de komende maanden gaat gebeuren? Ah, wel, ik heb eigenlijk geen idee. Veel shoots, ja, waarschijnlijk. Magazines, mode, fashion shows. Ja, allemaal leuke dingen. Hè? Ja. Dus. En uiteraard vandaag Bobo, het gekende oord in Vlaanderen. Bobo kent iedereen. En jij hebt vandaag ook op de Katwalk mogen defileren, samen met 24 andere mooie meiden. Ja. Hoe was dit voor jou? In het begin was ik een beetje zenuwachtig, omdat normaal kwam ik altijd... Is België die zenuwachtig? Ja. Normaal kwam ik gewoon kijken en nu mocht ik meedoen, dus dat is toch wel tof. Maar het was heel plezant en ik hoop dat ik nog eens mag terugkomen. Ja, en ook heel veel ex-Miss België die allemaal op het podium stonden. Ja. Ken jij een aantal meisjes al? Ja, ik ken er wel een aantal. En jij hebt vorig jaar... dingen Annelies Torres leren kennen, de vorige Miss België. Ondertussen helpt zij jou toch een beetje? Ja, ze helpt me kei goed. Ze is er nog vaak bij en dan geeft ze nog tips en zo. Dus we komen nog goed overeen, dus dat is wel leuk. Oké, ik zou zeggen, Lenti, heel hartelijk dank voor deze toelichting. Ik wens jou nog heel veel succes en nog een heel bewogen jaar tot 31-12-2016. Dankjewel. Dankjewel, Lenti.